Ik praat hier met Robert van Gent in Japan, die bij de EVS zit. En Robert, wat is EVS? EVS is de Electric Vehicle Symposium. Dus een event dat elk jaar wordt georganiseerd. Dit jaar de 31ste keer in Kobe in Japan. En eerst even Robert, wat doe jij zeg maar in het dagelijks leven? En hoe kom je daar nu weer terecht bij die EVS? Ik werk zelf bij een Japans bedrijf, Fujitsu, en ik kon een bezoek hier aan de EVS mooi combineren met een bezoek voor mijn werk. Dus dat laat ik als elektrische rijder en geen zit in een elektrische rijder, laat ik de kans niet lopen. Wat heb je rij zelf? Ik rij zelf een Tesla. Ja, oké. Goed, nou ik ben benieuwd. Hoe enthousiast is nou eigenlijk Japan over elektrisch rijden? Ja, daar was ik zelf heel nieuwsgierig naar. Ik was heel benieuwd hoe het voor een elektrische rijder hier zou zijn. Je hoort in Nederland en je ziet af en toe berichten over hoeveel verschrikkelijk veel laadpalen of laadaansluitingen er wel niet zijn in Japan. Bijna meer dan tankstations of tankslangen. En om heel eerlijk te zijn viel het me een beetje tegen. Er zijn weliswaar... Nou ja, er zijn iets van 28.000 laders om je een idee te geven. Dat is natuurlijk op zo'n groot land is dat niet enorm veel. 7.000 fast chargers, dat is dan wel een behoorlijk aantal. Maar langs de snelweg is dat meestal maar één lader. Ja, ja. 50 kilowatt, hè, dat zijn dan CHAdeMO laders. En als je dan van de snelweg afgaat, dan is het soms maar 25 of 30 kilowatt. Met andere woorden, het is nog niet zoiets als Fastnet of het Ionity-netwerk wat bij ons wordt gebouwd, dat kennen ze nog niet. Nou ja, Fastnet heeft er 80 en Ionity heeft er 18 op dit ogenblik, dus dat valt nog wel erg mee, wat dat betreft qua aantallen. En, ja. Hey, maar hoeveel elektrische auto's zijn er in Japan op dit ogenblik? Oh, het totale aantal weet ik niet. Dus een beetje de vraag natuurlijk of je hybrides meetelt. Nissan is natuurlijk de grootste leverancier van elektrische auto's. 360.000 Leafs wereldwijd. En de helft rijdt door in Japan. Ja, dat heb ik ook inderdaad gezien. Ja. Ja. Maar ja, dat zijn er toch serieuze aantallen. 180.000 alleen van één leverancier. Dus dat betekent dat ze aardig binnen zijn. Nou, jij hebt daar rondgelopen op die beurs. Wat zijn de trends die jou daar opvielen? Wat opviel hier in Japan was in ieder geval dat vehicle to home in ieder geval heel veel aandacht krijgt. Dus dat je de mogelijkheid hebt om met je auto ook weer je huis te kunnen laden. Of het gewoon te kunnen voorzien. Dat is iets wat bij ons niet zo speelt. Maar hier in Japan hebben ze nog wel veel af en toe van die hurricanes en aardbevingen en dergelijke. En zo'n vehicle to home mogelijkheid, dat is natuurlijk een mogelijke lifesaver hier. Zeker van de mensen die hier op meer afgelegen gebieden wonen. Ja, en ze gaan kernenergie stoppen. Dus ze moeten ook op het net moeten ze balanceren. Ze gaan op wind en zon over en dat soort zaken. Ja, ja klopt. Ja, waterstof, daar hoor je het toch nog wel vaak over. Dus Toyota stond er ook met zo'n mooie Mirai waterstofauto helemaal opengewerkt. Verder waren er keynote speeches van Toyota, Nissan en dergelijke. Als je dan een beetje goed luistert, dan zetten ze toch eigenlijk ook wel zeker nog wel veel in op hybride auto's. Ik zie nog niet echt dat ze... heel erg duidelijk voor vol elektrisch, alleen maar vol elektrisch kiezen. Hmm. Komt vast allemaal wel, maar zou willen dat het wat sneller gaat. Ja, het zijn geen Tesla commitments, zeg maar. Het is een beetje net zoals de Duitse automobielindustrie, een modelletje hier, een modelletje daar, maar gewoon een beetje erbij en niks fundamenteel. Nou, ze hebben natuurlijk ook heel veel mensen die ook in de automobielindustrie werken of familie die daar werken of in toeleverende bedrijven. Dus wat dat betreft speelt het wel een beetje hetzelfde probleem als in Duitsland natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. En als je dan kijkt, heb je nog andere dingen gezien die jij die daar opvielen van andere ontwikkelingen die je zegt, god, dat is eigenlijk wel mooi hoe dat daar gedaan is? De EVS dat is een beurs met enerzijds een exhibition en anderzijds komen er wetenschappers en beleidsmakers op af. Er wordt
Ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar elektrisch rijden en laadinfrastructuur en laders. Er waren geloof ik 360 papers van wetenschappers goedgekeurd en die werden dan gepresenteerd hier. Uiteenlopende onderwerpen van batterijtechniek tot elektrische aandrijflijnen tot het effect van toenemende aantal auto's op balanceren van de grid inderdaad en dergelijke. En op de exhibition, ja, dat is een, zoals ik zei, heel veel laadtechnieken. Maar ook bijvoorbeeld de Jaguar I-Pace die hier stond, die was vorige week gepresenteerd in Japan. Nou, die stond hier met een hele mooie Japanse interface natuurlijk in software. Die wordt hier dan ook voorzien van een Sademo-lader. Dat wil zeggen dat hij voorlopig helaas tot 50 kilowatt kan laden. Ja. Niet de 100 kilowatt wat hij zou moeten kunnen. Maar het Sademo gaat ook richting die 100, hè? Ja, daar heb ik wel van gehoord dat er inderdaad leveranciers zijn die de kabels kunnen leveren voor de hogere snelheden. Ja. Wanneer dat gaat komen, dat weet ik niet precies. Nee, oké. Okay. Als je kijkt, stond Tesla er ook nog grootschalig? Tesla was niet aanwezig op deze beurs. Tesla in Japan, dat weet ik wel. Er zijn totaal iets van 2000 Tesla's in Japan. Uh-huh. Wordt toch wel een beetje als een exoot nog gezien, omdat die vrij duur is. 19 superchargers door het hele land. Vaak 4 of 6 stalls. Klein, maar ja, maakt het wel mogelijk om met je Tesla natuurlijk een hele flinke afstand af te kunnen leggen. Ja, oké. Okay. Dus je zou zeggen, Japan rustig, gedegen, niet echt gewoon bijzonder. Ze zijn wel natuurlijk het land waar Panasonic zit met de batterijen. Hè, de grootste batterijenfabriek ter wereld. Samen met de Koreanen is dat toch wel gewoon. En de Chinezen natuurlijk. Ja. Was daar iets te melden op het gebied van batterijentechniek? Wat ze iets aankondigden? Panasonic stond er met een vrij groot stand. Een mooi display over een samenwerking met Tesla. De oude cellen, de oude 18650 cellen voor die ze in Model S, Model X gebruiken. En maar ook de nieuwe 2170 cellen die ze in de Model 3 gebruiken. En een mooi overzicht van voor hoeveel auto's elk jaar batterijen leveren. En wat ze zelf duidelijk aangaven is van nou, het grootste gedeelte is nu nog plug-in hybride. Maar we verwachten dat het aandeel full battery electric enorm gaat groeien en dat het hybride aandeel eigenlijk min of meer gelijk blijft. Nou, hey Robert, hartstikke bedankt. Dit is gewoon eigenlijk, jij bent gewoon als elektrisch rijder, ben je daar dagen op die beurs geweest. We hebben hartstikke leuke filmpjes. Top dat je dat nog even wilde doen. Het is nu 1 uur 's nachts. Ga lekker slapen. En we zien je weer gewoon als je terugkomt in Nederland. Hartstikke goed. Want er waren ook nog meer Nederlanders, geloof ik, hè? Was er ook nog een delegatie of zo? Of waarom waren die er eigenlijk? Zeker, nou, er waren diverse onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en van andere partijen uit Nederland. Ook een onderzoek aan het presenteren. Er waren diverse bedrijven uit Nederland, zoals EV Consult en dergelijke, om contacten te leggen. De gemeente Amsterdam, de wethouder van verkeer en vervoer, Sharon Dijksma, die is enorm betrokken bij elektrisch rijden. En omdat zij ook verantwoordelijk is voor de luchtkwaliteit in Amsterdam. En zij gaf een keynote speech over hoe ver wij al zijn in Amsterdam qua hoeveelheid laadinfrastructuur. En ze benadrukte dat ze graag zou zien dat Japanse bedrijven met meer modellen naar Nederland zouden komen. Oké, top. Amsterdam was er. Dankjewel, welterusten. Tot in Nederland. Hoi. Hoi.